Welkom allemaal bij dit webinar van het Landelijk Gemeentelijk Netwerk. Vandaag gaan we jullie meenemen in de landelijke aanpak 1627. Een aanpak die gericht is op de uitstroom van jongvolwassenen uit residentiële jeugdzorg. Dus een project in het programma van ondersteuningsteam Jeugd en Gezin. We gaan dit doen aan de hand van de why, de how en de what. Dus eerst de aanleiding. Nicolien die zal iets vertellen over de aanleiding van het landelijk programma en de inhoud. En later op wordt iets verteld over de implementatie en hoe we dat in de praktijk doen. En naast mij staat Nicolien den Oude, ambassadeur en bedenker van het programma. Nicolien gaat ons zometeen dus meenemen in de aanpak en waarom dat zo ontzettend hard nodig is. Daarna zullen Sandra Schaap en Marjan Tsatsos ook aan bod komen en die gaan iets vertellen hoe ze dat in de praktijk doen. Eventuele vragen kunnen jullie stellen in de chat. Iris Struik die zal het allemaal bijhouden. En tussendoor zullen we ook kijken of er vragen zijn die, die gesteld kunnen worden. Dit webinar zal worden opgenomen en die zal later worden toegezonden dat jullie het kunnen terugkijken. Nicolien, ja. Mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel. Nou, mijzelf even kort voorstellen. Ik ben Nicolien den Oude. Ik ben ambassadeur van de landelijke aanpak 1627. En eigenlijk al heel wat jaren bezig op dit thema. Dus ik weet niet zo goed wie er allemaal nu kijken, maar ik denk dat een aantal mensen me wel eens voorbij hebben zien komen. En vandaag dus de eer om de aanpak met jullie door te nemen. Ik ben ook heel nieuwsgierig naar wat jullie ervan vinden. Dus zet vooral je reacties in de chat. Stel ook heel veel kritische vragen, want daar wordt het verhaal eigenlijk alleen maar beter van, vind ik. Maar wat is het nou eigenlijk? Even weer wat feiten en cijfers. En ik ga dit niet allemaal opnoemen. Want achter al deze feiten en cijfers zitten verhalen. En daar zitten de verhalen van de jongeren. Jongeren die wij allemaal heel goed kennen. Ieder op zijn eigen manier. Maar het zijn jongeren die in de jeugdzorg verblijven, om een reden. Maar rond hun 18e eigenlijk ongelooflijk in de problemen komen. Omdat wij nou eenmaal zo zijn georganiseerd als dat we zijn georganiseerd. En ik weet dat jongeren ook in de problemen komen omdat ze nou eenmaal jongeren zijn. Dus er zijn heel wat redenen anders te bedenken dan hoe het systeem is georganiseerd. Maar een van de redenen die jongeren massaal teruggeven en ook mensen bij gemeentes en bij zorgaanbieders is dat door die schotten en in de domeinen en dat door rond je 18e verjaardag je naar een ander domein overgaat met een andere aanpak, andere manier van werken, dat een heel groot risico is voor deze jongeren. En in het land wordt ongelooflijk gewerkt aan allerlei geitenpaadjes die daarop worden georganiseerd. En dat is ook supergoed. Ik denk dat iedereen die deze jongeren kent of zich hier mee bezighoudt, ervan overtuigd is dat jongeren beter verdienen dan wat het dan nu is. En tegelijkertijd is het hartstikke ingewikkeld. En dan krijg je dus dit soort cijfers. En dan krijg je dus de cijfers die je nu ziet en die ik nu laat zien. Dat het eigenlijk een ongelooflijk groot risico is met hoe we nu georganiseerd zijn voor deze jongeren op dakloosheid. En je ziet, als het gaat over jongerendakloosheid, dan is een groot aantal daarvan heeft een verleden in de jeugdzorg. En dat wordt eigenlijk alleen maar meer. We zien die aantallen ook stijgen. Als wij vinden dat we dat jongeren jeugdzorg nodig hebben voor hun 18e jaar, dan is dat omdat ze om een of andere reden, uiteenlopende redenen, thuis niet veilig zijn. Nou, en dat is eigenlijk precies de reden waarom je zou moeten zeggen, dan zou leeftijd er niet toe moeten doen. Jij moet voldoende veilig zijn op de gehele Big Five, voordat we jou loslaten. Niet alleen omdat we geloven in jou als kind, als jongere, omdat we jouw potentieel zien, maar ook omdat het je investering te niet doen is als je voor 18 heel erg investeert in jongeren en daarna onvoldoende vasthoudt. Ik zeg altijd, daarmee creëer je geheid je klant voor de toekomst. Je ziet deze jongeren als ze wat ouder zijn weer terugkomen met hulpvragen, al dan niet gedwongen in volwassen leeftijd in het sociaal domein. En dat is niet zo heel erg dan de schuld van deze jongeren. Soms ook wel, ik ken er genoeg. Maar heel vaak ook is het de schuld van hoe we zijn georganiseerd. Nou,
Daarom de landelijke aanpak 1627. Hoe is dat nou ooit allemaal begonnen? Ik klik maar... deze foto vond Paul... Nou, ik vond hem op mijn telefoon. Paul vond hem heel grappig. Dus die hebben we er dan toch maar even ingezet. Dit is 2019. Dus het is echt al een heel aantal jaar geleden... dat ik voor een bepaalde regio aan het kijken was... hoe we dit op een andere manier konden doen... in de vorm van een project. Maar eigenlijk is de landelijke aanpak zoals die er nu is... niet anders dan hier... En dat is dan wel grappig. Hier zie je mij heel druk jongeren tellen. AVG technisch zo monitoren dat anderen ook bij deze data mochten. Dat was een enorm werk. Maar wat namelijk een van de belangrijkste dingen is om mee te starten in de aanpak. Daar ga ik jullie even doorheen lopen. Is dat je gewoon weet waar het over gaat. Het is bullet 3 van fase 1. Jongeren tellen. Dus wat wij doen, als wij met een landelijke aanpak regio's komen ondersteunen, dan beginnen we, wij ondersteunen als OZG regio's en steden. En dat doen we in 4 stappen. Maar het begint altijd met die inventarisatiefase. En heel vaak zie je daar al de problemen ontstaan. Men weet niet altijd om over hoeveel jongeren het eigenlijk gaat. De data is moeilijk terug te halen. En dat is eigenlijk al een groot probleem, want als je niet zo goed weet wat voor type zorg er aan gaat zitten komen, ja, hoe kun je daar dan op voorsorteren? Dus dat is een van de dingen die we doen bij de landelijke aanpak, als wij komen ondersteunen. Misschien moet ik daar kort nog even iets over zeggen. Er werd vaak gezegd bij de VNG, op andere plekken in het land, er is al heel veel geschreven over deze jongeren, er ligt genoeg over... wat hun problemen zijn en hoe en toolkits, hoe je dat zou kunnen aanpakken. Maar het is zo lastig in de praktijk. Als je iets gaat doen, OZG, kom ons dan helpen. Nou, dat hebben we ons in de oren geknoopt en toen hebben we gedacht, dan moeten we dus doekracht toevoegen. Dus de landelijke aanpak die we nu hebben, is zowel de ervaringen uit het land gebundeld in een aanpak, waarbij je mij jaren terug net op die foto met iets bezig zag. En daar zijn meer ervaringen bijgekomen. Maar eigenlijk is de basis nog steeds hetzelfde. Dat is dat stappenplan. Maar er is natuurlijk meer landelijke ervaring gebundeld. Maar we komen ook met doekracht. Daar zeggen we later zo wat meer van. Jullie gaan 2 van onze collega's zien. Dus we komen... En helpen je door als regio door die fases heen te gaan. Maar we komen ook met handjes helpen om bijvoorbeeld de jongeren te spreken. Wat doen we dan? We gaan eerst in kaart brengen met elkaar om hoeveel jongeren gaat het nou? En wat willen we minimaal bereiken gedurende de periode dat wij er zijn? Wij zijn er zo... Tussen de 9 maanden, het zit niet helemaal in beton gegoten, maar 9 maanden lang komen we ondersteunen. En wat we merken is, er is niemand die wij spreken die niet zegt, dit moet gebeuren, we gaan dit aanpakken, wat erg dat dit zo is. Maar in het randvoorwaardelijke gesprek, en daarom staat hij ook bovenaan bij stap 1, dat is een heel lastig gesprek om te voeren. Dus daar helpen Paul en ik bijvoorbeeld heel erg bij in het begin. Want het grote probleem van deze jongeren is, als het om de systeemwereld gaat, dat het over domeinen heen gaat qua verantwoordelijkheid. En als dus iedereen verantwoordelijk is, dan is eigenlijk niemand verantwoordelijk. Dus het randvoorwaardelijke gesprek van wie zijn nou deze jongeren, wie staat nou op, is eigenaar hè? Binnen een bepaald domein. Of dat nou domein wonen is, sociaal domein, is het van de jeugd. Wie staan met elkaar op om te zeggen, dit zijn onze jongeren, dit moet anders en hier gaan we achter staan. En dat zijn dus die bestuurlijke afspraken, de randvoorwaarden. En je gaat met elkaar in de gemeente een leidende coalitie maken. Laatst was ik op een gesprek, daar noemden ze zichzelf uiteindelijk de Gideonsbende, want dat is eigenlijk wel een beetje wat de leidende coalitie moet zijn. Dat zijn de mensen die... het mandaat krijgen van de mensen die de randvoorwaarden regelen om te zeggen, ja, we gaan het allemaal iets anders doen en er moeten wat heilige huisjes soms om en dat is allemaal helemaal niet makkelijk, maar omdat we zeggen, dit zijn onze kinderen,
gaan jullie dat op die manier doen? Dus dat zit allemaal in stap 1. Daar helpen wij bij. En dat doe je dus zelf als stad en als regio. Het zijn de mensen van jullie die dat doen. Maar we zijn er wel bij en we helpen waar nodig. En als we het een keer met elkaar niet weten, dan zorgen wij dat we in het land ophalen waar het ergens anders wel werkt. En dan weten we het met elkaar binnen een aantal weken wel. Ja, dan ga je natuurlijk door naar stap 2 en dan ga je het werk doen. En wat we hebben gedaan, we hebben gedacht, je moet die jongeren kennen, dus je moet weten waar ze zijn. Maar je moet ook in kaart brengen wat hun behoeftes zijn. En dat hebben we een aantal jaar geleden, hebben het OZJ en het NJI samen daar uitstroomprofielen voor ontwikkeld. En die uitstroomprofielen zijn eigenlijk leidend in stap 2. Dus die uitstroomprofielen vind ik thuis een heel lelijk woord. Maar ja, het dekt wel de lading van wat het is. Jongeren worden gesproken op hun zorgbehoeftes. En dan kun je ze scoren, heel lelijk, maar goed, in 4 uitstroomprofielen. En dat is eigenlijk niet meer dan van licht naar zwaar. En wat je in fase 2 doet, als regio of als stad, samen met ons, is dat je de menukaart, zeg ik maar even, het aanbod in dat uitstroomprofiel gaat vullen. Dus je gaat vragen krijgen, ik heb dit nodig, ik heb dat nodig. En dan ga je kijken, wat hebben we gecontracteerd in ons aanbod? Hey, deels daarvan past op de menukaart, helemaal goed, gaan we doen. Maar hey, er komen andere behoeftes uit die gesprekken met die jongeren. En dat hebben we niet gecontracteerd. Dat betekent dat er een nieuw gerecht op de menukaart moet. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar daar helpen we dus bij. Dus wat hierin anders is, is dat het aanbod wat er ligt niet leidend is voor de uiteindelijke uitkomst van deze jongeren. Want we merken dat deze jongeren, als je op een bepaalde manier met ze in gesprek gaat, vaak heel goed kunnen benoemen wat ze nodig hebben, maar geleerd hebben te praten naar aanbod wat nou eenmaal is gecontracteerd. Ik heb er vaak zelf naast gezeten dat iemand luisterde en zei, ik hoor wat je zegt, maar wat jij zegt hebben we niet. Dus kies uit deze, deze, deze. Dat is op zich niet eens een verkeerd gesprek, maar daarmee vergroot je wel het risico op dakloosheid voor die jongeren. Want die jongeren denkt, er wordt niet naar mij geluisterd. Weet je wat, ik doe het zelf wel. Weet je wat, dit gaat niet werken. Ik heb aangegeven waarom dit niet werkt. Hey, er biedt iemand een bank aan waar ik kan slapen. Hey, ik lig op die bank. Hey, dat bleek niet gratis te zijn. Toen moest ik toch iets gaan doen daarvoor terug. Poep, 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 poep. En je hebt je klant voor de toekomst. Daarom is het zo belangrijk om aan de hand van de verhalen van die jongeren je menukaart te vullen en jezelf ook uit te dagen op het stuk, hey, wat die jongeren vraagt is best heel ingewikkeld en ik vind er misschien ook van alles van en we hebben het ook nog eens niet gecontracteerd, maar hey, ik had dat mandaat gekregen in dat randvoorwaardelijke gesprek om het wel te maken. En als ik het voor deze jongeren maak, zie ik op de lijst nog wel meer jongeren staan die hetzelfde kunnen gebruiken. Dus wordt het niet alleen maar maatwerk voor dit kind, maar maak je je individuele maatwerktrajecten schaalbaar. Nou, het lijkt allemaal heel easy peasy, maar dat is het allemaal niet. Maar dat zijn we dan dus in fase 2 aan het doen. En uiteindelijk ga je dan uitvoeren en ga je praten met die jongeren en ga je ze geen valse hoop geven. Dus op het moment dat je praat met de jongeren, dat zijn ook de mensen die dan, omdat fase 1 en 2 zijn doorlopen, kunnen zeggen tegen zo'n kind, ik hoor wat je zegt. Ik hoor wat je nodig hebt. Ik ga mijn stinkende best doen. Dat heb ik niet volgende week voor je geregeld. Maar wij houden jou vast. Want dat hebben we zo geregeld in deze gemeente. En dat wordt allemaal knap lastig. En dat zal allemaal hartstikke veel gedoe opleveren. Maar jij gaat krijgen wat je nodig hebt op basis van je zorgbehoeften. Nou, dat kun je alleen maar zo zeggen als die eerste fases goed geregeld zijn. Maar ook als je dus in fase 3... een knettergoede samenwerking hebt met alle zorgaanbieders, zowel op jeugd als op volwassen domein. Dat er in de gemeente over de domeinen heen wordt samengewerkt. Nou, daar ga je ongelooflijk veel ingewikkeldheden in tegenkomen. En daarom zijn wij daar ook dan vaak bezig om de energie erin te houden en dan maar te zeggen, het gaat echt wel lukken. En uiteindelijk ga je dus krijgen dat je jongeren duurzaam kunt huisvesten
passend bij hun woonzorgbehoeften. En daarmee doe je niet alleen die jongeren een heel groot plezier, maar dat vind ik eigenlijk niet eens het goede woord, maar ik zoek even naar een ander woord. Je doet hem eigenlijk, hij of zij, recht met wat hij op dat moment van jou als gemeente of van zorgaanbieder nodig heeft. Je doet recht aan het verleden van een kind. Maar je doet ook recht aan de toekomst van deze jongeren, maar ook aan de toekomst van jezelf als verantwoordelijke stad of regio voor deze jongeren. Nou, en dan moet het gaan over borgen, want zoals zo vaak als er pilots zijn of tijdelijke teams of nou, zoals wij komen dan met doekracht vanuit een landelijk programma ondersteunen. En dan vertrekt de hele bende weer en degene intern van de leidende coalitie heeft ook een andere baan. En dan moet je er wel voor zorgen dat dat natuurlijk niet in elkaar stort. Daar helpen we ook bij. Dus hoe borg je dit nou in je bestaande structuren, binnen je eigen organisatie, binnen je eigen gemeente? En hoe zorg je er nou voor dat dit een manier van werken wordt, die standaard wordt overgenomen bij deze doelgroep, omdat iedereen ervan overtuigd is, niet loslaten betekent het niet langer creëren van je klant voor de toekomst. Dat is eigenlijk hoe de landelijke aanpak is georganiseerd. Ik heb nog dit om te vertellen. We hebben nu subsidie voor een jaar. Dus dat betekent dat we deze aanpak bij ongeveer 6 gemeentes of regio's kunnen doen. Dus daarbij kunnen we ondersteunen. En daarnaast, naast dat we dus met doekracht naar regio's gaan, organiseren we dus ook dit soort leerbijeenkomsten. Soms live, soms op deze manier, die wij allemaal echt vet ongemakkelijk vinden, maar oké. Okay. En zijn we daarnaast ook aan het werken om duurzame structuren op te zetten met andere samenwerkingspartijen. In de hoop dat er een netwerk ontstaat waarbij iedereen ervan overtuigd is dat op een andere manier kijken naar deze jongeren en op een andere manier met ze in gesprek gaan, dus uiteindelijk veel meer oplevert. We zijn nog helemaal niet zo lang van start. Een half jaar nu ongeveer, ruim een half jaar. En dit zijn zeg maar de gemeentes of de regio's waar we of echt met doekracht zijn toegevoegd, of een adviserende rol hebben. Dat kan ook, dat is meer een soort light variant. Dan is er vaak al heel veel opgezet of opgetuigd, maar dan vraagt een gemeente of regio, kan je heel even meedenken in een denktank een aantal keer, om wat wij in de regio doen, om te kijken of er vanuit landelijk perspectief nog aanvullingen zijn. Dus dit is waar we nu betrokken zijn. Kijk, jullie begrijpen dat wij die kaart natuurlijk vol met groene bolletjes willen. Niet voor onszelf, maar voor de werkwijze voor deze jongeren. Maar binnen het project wat we nu dan dus voor een jaar doen, is dit waar we nu zijn. We hebben nog wel wat ruimte. Zeker. Dus schroom ook niet om ons te benaderen. Ja, en waarom doen we dit dan? Even als laatste. En dan ben ik heel erg benieuwd of er al vragen zijn trouwens. Maar, ja, en als er geen vragen zijn, stel ze dan, want dan kunnen we ze beantwoorden. Maar ja, waarom doe je dit? Ja, het doel is dat we uiteindelijk vinden dat geen enkele jongere dakloos mag raken. Of ongelooflijk veel stress heeft van rond zijn 18e verjaardag. Omdat er zoveel om hem heen of haar heen verandert. Daar hoort duurzame huisvesting bij. En daardoor krijg je voldoende stabiliteit op je Big Five. En wat we hiermee ook doen, is dat we zien best veel in het land dat we dan voor één kind waar zorg om is of waar crisis op ontstaat, maatwerk wordt gecreëerd. En dat is supergoed. Maar al die individuele maatwerktrajecten kun je schaalbaar maken. En dat is eigenlijk wat we met deze aanpak ook proberen te laten zien. En wat we merken, en dat is eigenlijk de laatste bullet, is dat het van ons vraagt, en dat is echt heel ingewikkeld soms, een andere houding in het gesprek met jongeren aan te nemen. Jongeren zitten vaak met zo'n sick bij die gesprekken, dat snap ik heel goed. Maar zij hebben het nodig dat wij aan hun vragen, hey,
wie ben jij en wat heb jij nou eigenlijk meegemaakt en wat heb je dan nu van mij nodig? En dat is wat anders dan wat ze veel aan ons teruggeven van, we hebben je dossier gelezen. Goh, nou, daar staat nogal wat in aan diagnoses of aan ervaringen of aan plekken waar je hebt gezeten. Op basis van je dossier en op basis van wat mensen over jou zeggen, denken we dit of dit. Veel te weinig, geven jongen aan ons terug, gaat het over. Maar het gaat helemaal niet over wie ik ben als mens. Het gaat niet over mijn dromen. Het gaat niet over mijn wensen, wat ik leuk vind. Dat lijkt er helemaal niet toe te doen. En ik weet vrij goed wat ik wil of wat ik kan. Maar er wordt helemaal niet naar gevraagd. En het risico daarvan is dat jongeren zich op een gegeven moment gaan gedragen naar wat ze ook een beetje verwachten van wat de professionals van hun vinden of denken. En daar hebben we mooie voorbeelden van. Door op een andere manier in gesprek te gaan, krijg je andere antwoorden. En krijg je dus ander aanbod in die menukaarten. Zijn er vragen? Ja. Er zijn geen vragen. Geen vragen, hè? Nou, dan hangt dus iedereen gewoon aan onze lippen. Toch? Dat kan ook. Nicoline, misschien... Oh, kijk, daar komt een vraag. Oh, komt een vraag. Ja. In hoeverre is er aandacht voor de transitie van jongeren met LVB-problematiek in de regio en gemeenten? Ja. Nou, jongeren met LVB-problematiek is natuurlijk een... Een van de groepen van de jongeren die de jeugdzorg verlaat. Ik wou zeggen een aparte groep, maar dat valt ook wel mee. Die hebben vaak meer ondersteuning natuurlijk nodig. Als je kijkt naar de 4 uitstroomprofielen, dan zitten de jongeren met LVB-problematiek veelal in de wat zwaardere uitstroomprofielen. Dus dat is profiel 3 en 4. En daar zul je dus aanbod op moeten maken, maar wel gericht op de behoeften van die jongeren. Ik zal een voorbeeld geven. Veel jongeren in de jeugdzorg wonen op groepen, residentiële jeugdzorg. Ook LVB-jongeren, maar ook jongeren zonder LVB. Op een gegeven moment kunnen zij heel goed verwoorden, als je ernaar vraagt, waarom ze het label groepsongeschikt hebben. Dan hebben ze dus kleinschalige voorzieningen nodig. Die zijn vaak ongelooflijk duur in maatwerktrajecten. Maar ze zijn groepsongeschikt gemaakt. Ik zeg altijd, als ik een weekend weg ben geweest met mijn familie, dan moet ik echt bijkomen, snap je? Ik vind mijn familie, en dan vind ik mijn familie ook nog eens geweldig. Dus ik snap wel dat mensen groepsongeschikt zijn. Ik denk dat wij als mensen allemaal het ingewikkeld zouden vinden om in een community-achtig te leven. En dan ook nog eens met jongeren die allemaal hun eigen rugzak al heel erg vol hebben. Als het gaat over het vullen van die menukaart, bijvoorbeeld voor LVB-jongeren, maar bijvoorbeeld ook voor jongeren die, waarvan wordt gezegd groepsongeschikt of weet ik het wat, dan zul je dus moeten kijken in die zwaardere profielen. Ja, ze hebben 24/7 ondersteuning nodig, maar hoe gaan we dat voor ze maken op een manier waardoor ze ook blijven en waardoor ze ook zeggen, maar dit is goed wat ik, weet je wel, dit is de plek die ik nodig heb. Dit is fijn. Nou, en dat is in alle eerlijkheid vaak niet met nog 8 andere jongeren. Dus dan moet daar heel hard op gewerkt worden in fase 2 en 3. Nicoline, de volgende vraag ook. Wat zijn de resultaten van de aanpak tot nu toe? Hè? Van Xaveri. Ik denk dat ik Xaveri ken, net als een oud collega. Maar ook de vraag, hè, want je hebt het, we hebben de foto gezien, hè, in 2019 ben je mee begonnen. Ja. Een aantal jaren ervaring mee hoe je dat doet, hè? Hoe je eigenlijk de aanpak op die manier ontwikkelt. Toen heb je ook resultaten behaald waarvan we nu hebben gezegd van nou, we zouden landelijk uit moeten rollen. Heb je daar voorbeelden van? Ja, we zijn dus in 2019 begonnen in de regio Midden-Holland. En dat is waar je die foto van zag. En daar hebben we ze toen uiteindelijk op basis van het tellen van de jongeren die menukaarten gevuld, passend bij de jongeren. Eigenlijk hebben ze daar alles gedaan wat ik net zei. Ja. Waren het niet, dat ik dus later hoorde dat het ongelooflijk ingewikkeld is om vast te houden. Dus daarom dat hele borgenstuk wel in de landelijke aanpak. Maar de intentie daar is heel erg, wij laten niet los, want jij bent er een van ons. Ja. Dat is een resultaat. En het resultaat van de landelijke aanpak, ja, dat loopt nu. Hè. We zijn net gestart. Maar we gaan het straks hebben over wat we in Rotterdam aan het doen zijn. En
Nou, daar zijn we nu voorzichtig aan. Denk ik, goede resultaten aan het boeken. Ik kijk heel even naar rechts. Knik even. Ja, ja, ze knikken. Dus dat gaan jullie straks allemaal horen. Ik denk, ik zie een vraag van Lisbeth. Ja. Dat is wel een hele belangrijke om bij stil te staan. Lisbeth zegt, lukt het om voldoende woningen te regelen voor deze jongeren? Want er is een groot gebrek aan woningen. Dat is bottleneck nummer 1. En dat kan ik ook niet leuker maken, maar dat is wel iets wat op tafel moet. En daarom moet je in fase 1 in je randvoorwaardelijke gesprekken, zeker door mijn wonen, moet meedoen. Dit kun je niet vanuit jeugd of vanuit het volwassen domein, vanuit het sociaal domein dus, enkel oplossen. Dit zijn problemen die drukken op het sociaal domein, terwijl de oplossingen ook buiten het sociaal domein gevonden moeten worden. En ja, dan heb je het dus over woningen. Waardoor ik bijvoorbeeld vanuit het sociaal domein een keer in een soort denktank zat over heipalen die niet konden, omdat de grond allemaal te drassig was in een regio, omdat we noodvoorzieningen moesten gaan bouwen. Dat klopt. Ja, dan zit je dus ineens mee te praten over heipalen waar een lange levertijd op zit. Iedereen vecht voor dezelfde woningen. Daar ben ik me heel erg van bewust. Dus ook daarin moeten de mensen van wonen, maar heel erg uitgedaagd worden om enorme stretch te zoeken op wat dan wel. En dan heb je het over leegstaande panden en dan heb je het over containerwoningen en dan heb je het over eensgezinswoningen deelbaar kunnen maken. Hoe heet nou die regeling dat je niet met meerdere mensen in een huis mag wonen met een uitkering? De kostendelersnorm. Ja. Nou, dat zijn, je moet op heel veel verschillende vlakken dan schijfjes anders zetten, zodat je uiteindelijk die menukaarten goed gevuld krijgt. En dat is dus waarom, dat is eigenlijk het werk wat achter de schermen gedaan moet worden door mensen bij gemeentes, om te zorgen dat A, die zorgaanbieders en de Gideonsbende over al die over het spoor heen kan. Dus alle wissels moeten goed, en dat is echt heel moeilijk. Maar dat is wel het gesprek wat gevoerd moet worden. En je ziet ook in bepaalde regio's die daar ook mee bezig zijn. Bijvoorbeeld Zuid-Limburg, die hebben met de drie grote steden, Sittard, Geleen, Heerlen en Maastricht, zitten de wethouders bij elkaar op het gebied van wonen en jeugdzorg. Ja. Maar ook de directeuren van alle grote woningcorporaties, die in de regio met elkaar gaan zoeken naar oplossingen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld appartementen kleiner maken. En dat ze onder de norm vallen, waardoor jongeren daar ook gebruik van kunnen maken. Ja. Met betrekking tot de kosten. Maar ook de uitkeringen op dusdanig niveau brengen dat jongeren ook dat kunnen huren. Ja. Dus op die manier, die samenwerking is heel erg belangrijk. En dat is ook waar wij ook voor staan om die partijen bij elkaar te brengen, om dit gesprek aan te gaan met elkaar. Ja. Om ook anders te denken, om het om te denken ook vooral. En je ziet ook wel echt vaak dat de mensen van de praktijk hebben vaak heel veel creatieve ideeën. Dus zet die ook mee in denksessies over hoe dan wel. Ik zie in de chat omslagwoningen, dat is ook zo'n mooi voorbeeld ervan. Als een jongere het eigenlijk nog te spannend vindt om een woning zelf te huren, huur hem dan, zorg dan dat een zorgaanbieder heel makkelijk een woning kan huren. En klap hem om wanneer het kind er klaar voor is. Zo zijn er al. En zeker de professionals zelf, joh, die komen met een schat aan goede ideeën. Ja. Maar voelen zich vaak niet gehoord. Dus die zijn een beetje murf op dit thema. Niet alles is natuurlijk mogelijk. Maar heel veel van de goede ideeën komen eigenlijk of van de jongeren zelf. Kinderen die zeggen, ik kan niet langer op een groep wonen. Maar ik heb op die groep mijn beste vriendin ontmoet. En er is nog een ander meisje waar ik heel goed mee kan. Mogen wij niet met z'n drieën in een huis? Nou, dat is iets waarvan je denkt, dit kan slagen. Want dit komt vanuit hunzelf. Laten wij daar dan alles op zetten om dat te doen. En wat heel erg inzichtelijk maakt, is omdat je in fase 1 die jongeren hebt geteld. Je hebt ze geteld, je hebt in kaart gebracht wanneer ze welk type zorg nodig hebben. En vanuit het woonplaatsbeginsel wie verantwoordelijk is. Hè? Vaak merk je dat het dan, zeker als het om een regio gaat, nog wel behapbaar is. Dus de jongeren die een beschermd wonenplek hebben, zijn er dan
10 of nodig hebben over een jaar. Maar de jongeren die eigenlijk zelfstandige huisvesting nodig hebben met ambulante hulp, zijn er 12. Maar in ons hoofd is het probleem zo groot, omdat het vaak oppopt in crisis, dat je denkt dat het om andere aantallen gaat. Dus je kunt hierop voorsorteren. Het is echt een beetje, ik wist niet dat ik het ooit nog zou zeggen, maar meten is weten. En daar dan dus op voorbereiden. Er was nog een vraag ook, volgens mij van Lisbeth, over de uitzendprofielen. Ik weet niet of we daar nu dieper op in moeten gaan, maar volgens mij kunnen we ze ook ergens teruglezen, toch? Ik zie dat, want de mensen thuis zien ook de chat, toch? Ja, dus ja. José, die vanuit Rotterdam betrokken is bij de landelijke aanpak, die heeft de uitzendprofielen in de chat gezet. Daar kun je ze zien. Daar kun je ook zien dat het er om 4 gaat en dat je ze, wat José ook zegt, later naar je eigen vanuit je eigen regio of stad ook wel echt kunt vertalen naar je eigen couleur lokaal. Mm-hmm. Maar wij hebben nog nooit meegemaakt eigenlijk dat je een kind, als je de juiste of ander type vraag stelt, niet kunt scoren, wat ik een heel naar woord vind, op een van deze profielen. Het werk wat er daarna te doen is, is per profiel menukaarten maken. Ik denk dat mijn tijd erop zit. Ja. Ja. En dan gaan we nu het woord geven aan Sandra en Marjan. Marjan, inderdaad. En dan moet ik eruit weg en dan komt er dus nu een wissel. Ja, ja. Even wisselen inderdaad. Marjan, kom jij als eerste? Nou... Welkom, hallo. Dat je erbij bent. Dankjewel. Ja, we willen het ook vooral gaan hebben over wat doen we dan in de praktijk. En Marjan is implementatiecoördinator in de regio Rotterdam onder andere. Dat is de regio waar we ook het verste zijn. José is ook aanwezig, dus die zal later ook als er eventuele vragen zijn ook kunnen aanvullen. En Sandra is een van de uitvoerders die ook met de jeugd in gesprek gaat. Die komt zo meteen nog aan bod. Maar Marjan, zou je ons mee kunnen nemen in zo'n eerste fase, wat nou die belangrijke elementen zijn om het succesvol te maken en wat je allemaal tegenkomt? Ja, ja? Ja, nou, het was super interessant natuurlijk om in zo'n grote gemeente als eerste te starten. We hebben echt wel heel veel voorwerk daar ook gedaan, maar op een gegeven moment sta je daar toch vanuit het OZJ in die grote gemeente. Ja. Ik had het voordeel dat daar een actieplan ook al was op dit op dit onderwerp en dat we dat naadloos in elkaar hadden geschoven. En de projectleider José, die ook aanwezig is, daar hebben we heel veel mee kennis gemaakt. Ja, het is kopjes koffie drinken eigenlijk. Precies, het is elkaar goed leren kennen, elkaars taal praten. Het zijn echt containerbegrippen, maar je moet het wel over hetzelfde hebben. En zij heeft mij eigenlijk door heel Rotterdam geleid. Dus de beleidsafdeling, hoe hebben we dingen georganiseerd? Mijn vragen zijn dan vaak van de reden erachter, van hoe komt het dat je dit georganiseerd hebt, want ik ken de stad niet. Nee, maar alles heeft een geschiedenis, er zijn altijd redenen waarom beleid is geworden, samenwerkingsafspraken. Dus het is echt het doorleven van die gemeente, mensen leren kennen. Vervolgens zijn we de stap ook naar buiten gemaakt, dus we hebben ook inderdaad de uitvoerende partijen hebben we gesproken die het beleid uitvoeren. In Rotterdam heb je dan Centraal Onthaal, waar de dakloze jongeren ook binnenkomen. Daar is een hele keten ook voor opgezet. Het is natuurlijk ook wel echt op z'n Rotterdams, hè? Niet lullen maar poetsen. Dus daar staat een gebouw en daar is het gewoon allemaal geregeld. Ik heb daar ook in meegelopen. De WMO-consulent is vragen gesteld. Kun je daar eens over vertellen, wat je daar allemaal tegenkwam, hoe dat eruit zag? Ja, ja, dat was natuurlijk ook wel weer heel bijzonder. Ik bedoel, je zit in een glazen hokje. Je weet mijn god niet wie er komt. Ik zat met een WMO-consulent die mij dan liet zien welke vragen ze ging stellen, op welke domeinen ze die ook stelden. Maar ja, je komt ook in situaties terecht dat je denkt, oh ja, ik had dat echt anders gedaan. Hè? Ze zitten tussendoor op hun telefoon of hebben nog baantjes ernaast. Dus dat vond ik dan wel weer apart. Dan op een gegeven moment komt er dus een jongere binnen die dus een nacht op straat heeft geslapen. Ja. Een van de jongeren die ik zag, die had geen familie bij zich, ook geen vrienden bij zich, maar die had de OOV'er van zijn gemeente bij zich. Een OOV, wat is dat? Openbare orde en veiligheid. Dus gewoon eigenlijk een ambtenaar van de gemeente. Ja. Die was bij deze casus betrokken.
En ja, die wilde gewoon niet dat hij alleen ging. En ik denk ook dat ze wilde weten dat hij ook echt daar naartoe zou gaan. Dus ja, dan kom je al in een wereld terecht dat je denkt, jeetje kind, je bent echt helemaal alleen op deze wereld als een ambtenaar met jou mee moet gaan. Dus ja, dat zijn natuurlijk wel schrijnende verhalen inderdaad. Ja. En ook de verhalen vanuit de WMO-consulent, wat ze allemaal tegenkomen en waar hun dan weer tegenaan lopen. Maar wat me vooral heel duidelijk werd, was de beeldvorming tussen jeugd en het volwassen domein. Want Nicolien zei het net, al die domeinen, je moet samenwerken. Maar als de beeldvorming zo verschillend is, dat jeugdprofessionals echt denken dat op het moment dat het kind 18 is en je het overlevert, dat er dan niks meer is. Ja, dat is dus niet zo. En de WMO'ers denken van ja, maar jeugd, die houden het zo lang bij. Dat kind kan echt wel wat meer. Dus, nou ja, dus daar hebben we ook heel erg op geïnvesteerd. Die werelden bij elkaar te leggen door startsessies ook met de GI's te organiseren. Maar ook met zorgaanbieders. Ik ben zelf samen met Sandra langs alle zorgaanbieders en de GI's geweest. Gewoon om kennis te maken. Wie ben ik? Waarom doe ik dit? Waarom doe jij dit werk? Dat is natuurlijk ook belangrijk dat je niet alleen maar op de regeltjes en het beleid gaat zitten. Maar vooral de mens die dat beleid of die dat werk moet doen. Dat je die ook leert kennen. En dan ja, de ene keer zit je dus in een hele... hoe zeg je dat? Een situatie aan een tafel, allemaal heel formeel. En volgens stap je een zorgaanbieder binnen en dan word je in de tuin gezet, in de klerenzooi en zit je al rokend met elkaar kennis te maken. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel echt superleuk. Heel formeel naar informeel. Ja, precies. Ja. Maar het is vooral het doorleven van de gemeente, zodat je... Kijk, ik ken ze natuurlijk nog steeds niet helemaal, maar daarvoor heb ik José. Maar wel doordat je snapt welke paden je moet lopen en hoe het georganiseerd is in een gemeente. Dus je zegt eigenlijk, in het begin heb je vooral heel veel met mensen gesproken en kennis gemaakt ook. Ja. Hè? Want je zei het al eerder een keer, als je doet wat je deed en krijg je wat je kreeg. Maar door juist andere vragen te stellen, gaan mensen ook nadenken over wat zijn wij er kunnen doen. Hè? En wat hebben we georganiseerd om daar ook al een beweging in te krijgen. Hè? Dus in die gedrag-cultuurverandering met name. Ja. Maar ook overzicht te creëren. Dus te kijken hoeveel jongeren gaan er nou eigenlijk in deze regio. Ja. Om de daadwerkelijk te tellen. En ook op welke doelgroep, leeftijdscategorie en waar zitten ze. Hè? En op die manier te kijken. En een stukje terug te kijken van hoe kan het dat jongeren... Zo lang bijvoorbeeld in die jeugdzorg zitten. Ja, precies. Daar ga je dan ook vragen over stellen. De informatie ophalen die in, wat je net al zegt, in de gesprekken waar je samen gaat zitten met alle partijen, alle ketenpartners die je bij elkaar brengt om dit probleem waar het om gaat, om dat uit te kristalliseren, juist die vragen te kunnen stellen, om met voorbeelden, maar ook met daadwerkelijke feiten te komen. Ja, ja. Dat is vooral belangrijk, zeg je ook, hè? Ja, en nu zijn we 4 maanden, 5 maanden verder en... Wat we in het begin heel erg zagen van ja, maar daar zijn wij niet van. Of ja, maar zo heb het nou eenmaal geregeld. Zien we nu na 4 maanden zien we dus echt dat mensen dezelfde kant op gaan kijken. Ja, dat is heel mooi. Ja, dat is echt heel... Want in zo'n fase zul je ook wel uitdagingen tegenkomen. Zeker. En mensen inderdaad die misschien wat weerstand hebben of zeggen van nou, daar ben ik niet van. Of omdat het ook een grote gemeente is met veel domeinen. Ja. Veel verantwoordelijkheid. Wat Nicolien ook al zei, dat zien we ook veel. Hè? En als je veel mensen verantwoordelijk maakt, dan... voelt iedereen zich verantwoordelijk, maar wie is dan daadwerkelijk verantwoordelijk? Precies, hè? Dat is vooral heel belangrijk. Het gaat niet om wat in het hart zit van mensen, want iedereen wil het goede voor deze jongeren. Dus uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om en dan gaat het, dat is ook niet waar het niet om gaat. Maar kun je daar iets over vertellen? Hoe buigt zich dat om, zeg maar? Wat zijn daar de belangrijke elementen eigenlijk? Ja, nou, sowieso een andere taal praten, dus vanuit de jongeren. En niet vanuit het beleid. Ja. Dus elke keer weer vragen van... en wat heeft dit effect op de jongeren? Nou, dat vind ik niet... het is niet altijd leuk, die vragen... maar die moeten wel gesteld worden. Nou, omdat je... kijk, als je... je komt ook vanuit een landelijk... je komt vanuit de VNG. Dus de eerste reactie van mensen is... wie ben jij en ik doe mijn werk goed. Maar ik geloof ook echt dat jij je werk goed doet. Precies, daar gaat het helemaal niet over. Ik wil juist samen met jou kijken. Het wordt vaak bedreigend ervaren. Ja, het wordt bedreigend ervaren. En sowieso doet verandering bij mensen letterlijk iets in je lichaam. Dat Zeker. Is gewoon altijd zo. Ja. Ik bedoel, eigenlijk zijn we allemaal vrij autistisch. dus het is vooral de kracht van herhaling en vertellen waarom je iets doet. En vooral ook nieuwsgierig zijn naar van wat maakt nou dat jij dit zegt. En wat zit daarachter? Dus en die kopjes koffie drinken in die fase 1, zeg maar, dat helpt dus dat je snapt
met wie je aan tafel zit. Want eigenlijk zeg je ook die relaties, echt de relatie leggen met de mensen om je heen en elkaar kennen ook. Ja, maakt dat je korte lijnen krijgt, omdat het allemaal makkelijker gaat als het ware. Klopt. En die doekracht, het helpt als je vertelt dat je zelf 24 jaar in de jeugdzorg hebt gelopen. Het helpt als je vertelt dat je de jongeren zelf gesproken hebt. Maar het helpt ook dat je vertelt dat je snapt dat iemand die beleid moet maken, dat die ook allemaal verantwoording heeft. En dat die ook soms vastzit in een eigen structuur waar die misschien helemaal niet in wil zitten. Nee. En nogmaals, het is ongelooflijk complex. Het gaat over al die domeinen heen. En dan heb je ook nog eens jongeren die niet thuis kunnen wonen. Ja, dat is niet voor niks natuurlijk. Nee, dus dat maakt het zeker heel complex, maar wel des te meer motiverend om dit te gaan doen. En dat zie je wel in Rotterdam nu na 5 maanden. Dat we wel echt een groep mensen hebben die het ook echt willen gaan doen. En dat we alle bouwsteentjes, dat we die hebben. Want dat zijn ook de succesvolle stappen die tot nu toe zijn gemaakt. Ja, ook, denk ik. Ja, de menukaarten zijn gevuld. De uitstroomroutes, die hebben we heel mooi vertaald naar jongeren. En daar hebben we woonkeuzes van gemaakt, omdat uitstroomroutes voor jongeren, ja, dat zegt ze niet zo heel veel. Dus we hebben daar woonkeuzes van gemaakt. In Rotterdam heb je dus inderdaad dat omklappen. Heb je in principe al jongeren kunnen vanuit jeugd bij bepaalde zorgaanbieders door naar een woning, WMO, maar wel bij dezelfde aanbieder. Dus dat is die extra route die Rotterdam heeft. En die is ook wel echt prachtig. Alleen de uitdaging zit er nu in dat we dat voor alle jongeren zouden willen, in principe. Precies. Een soort tussenstap. Ja. Ja, dus ik denk echt dat alle bouwsteentjes er zijn en dat de uitdaging er nu in zit. We hebben nu de eerste jongeren gesproken, we hebben heel veel aanmeldingen gekregen. En we gaan ze nu dus ook echt spreken. En nu wordt het testen of die blokjes ook inderdaad werken. En kun je ook iets zeggen over die aanmeldingen, hoe dat gaat? Wie komen er dan en wie worden aangemeld? Wat voor een soort jongeren, waar zitten ze? Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Nou, we hebben dus alle zorgaanbieders en de GI's hebben we gesproken. Dus ze komen vooral van de zorgaanbieders, hoofdaanbieders, maar ook vooral die onderaannemers, die ook nog eens extra vastlopen in het systeem, omdat ze niet de hoofdaanbieder zijn. Dus die hebben ze vooral ook aangemeld. En waarom komt dat? Dat ze vastlopen in het systeem, dat ze niet de hoofdaanbieder zijn? Omdat ze niet de hoofdaanbieder zijn. Lopen ze dan tegenaan? Je kan bijvoorbeeld geen urgentie aanvragen als onderaannemer. Dat is ook iets wat we nu aan het uitlopen zijn. Ze kunnen nog geen gebruik maken van die doorlopende zorglijn. Dat is ook iets waar we mee bezig zijn. Maar ook weer die beeldvorming. Dat letterlijk tegen ons gezegd werd door een onderaannemer, ja, maar wij zijn niet ingekocht. Ja, je bent wel ingekocht. Ja, zo voelen ze zich dan of zo. Dus dat is ook weer ondergeschikt ook. Ja, herhalen. Sommige zorgaanbieders hebben echt een hele zware doelgroep in huis. Hebben dus ook nog eens te maken met het veiligheidsdomein. Nou, we kennen allemaal de Rotterdamse verhalen. Nou ja, niet alleen in Rotterdam, maar de uithalers. Ja, die zitten ook gewoon op die groepen. Ja. En dat beïnvloedt de jongeren. En het systeem. Ja. Wat was nou de je vraag? Nee, wat de meest succesvolle stappen waren. En ook met name wel wat van jongeren komen er dan die worden aangemeld. Ja. Nou, we hebben ons gericht op de 18+. Dus jongeren die in die verlengde jeugdhulp zitten. We hebben ons ook gericht op de kamertrainingsjongeren. Dus de jongeren die in principe klaar moeten zijn om door te stromen. Ja. We willen ons ook heel erg gaan richten op die zelfstandigheid. Want in Rotterdam heb je wel die woningen. En je hebt in Rotterdam ook de vervroegde urgentieaanvraag. Dus met 17,5 kunnen jongeren daar al de urgentie aanvragen. En dan hopen we ze dat we ze binnen de 6-7 maanden gehuisvest hebben. Met een zwaar WMO-pakket. Dat kan. Kan ook een licht WMO-pakket. Maar dat is wat de jongeren zelf nodig heeft. Ja. En, dus eigenlijk zeg je, de woningen staan klaar. De jongeren zijn er, alleen moet het nog gematcht worden. Precies. Ja. En het financiële stukje is een uitdaging. Ja. Ja. Mooi. Nog een laatste vraag. Heb jij nog een specifieke casus waar je zegt van die is mij zo bijgebleven in een tijd waar je nog iets over wilt vertellen? Ja, we hebben met de wijkteams gesproken en een van de wijkteammedewerkers die gaf aan van ja, we hebben gewoon heel veel dakloze jongeren die dus ook niet in de papieren terugkomen, want die melden zich nergens, die zijn gewoon dakloos. Ze zien daar een toename ook in en ze hebben dus vanuit de wijkteams hebben ze een aanpak daarop. Dus er zijn letterlijk wijkteammedewerkers die gewoon die jongeren gaan benaderen. Ja. En ze proberen het systeem erin te krijgen. En één daarvan is een jongen die op zijn 18e uit de jeugdzorg naar huis is gegaan, wilde niks meer. Vervolgens is hij teruggekomen in het
in de gevangenis. Okay. Was hij nog steeds minder. Nou, hij was jong volwassen, zeg maar. Maar gezien zijn IQ is hij wel in het jeugdstrafrecht afgedaan. Dus hij ging weer terug naar de jeugd. Is daar uitgekomen, is dakloos geraakt, is gaan bankhoppen. Uiteindelijk zijn we nu 10 jaar verder. Deze jonge man is 10 jaar dakloos. En die verblijft ergens in een opslagruimte. Het wijkteam heeft hem omarmd. Is van heel hard met hem bezig geweest. Hebben nu een plek gevonden voor beschermd wonen. Ja. Maar de wachtlijst is 1,5 jaar. En de reactie van deze jongen was, oh gelukkig, nog maar 1,5 jaar. En dan heb ik een plek waar ik wil zitten. Ja, dat snijdt dwars door mijn botten en mijn hart heen. Ja. Dat ik denk, het kan niet zo zijn dat jij 27 bent, nu nog 1,5 jaar moet wachten. Vervolgens dan een plek te hebben waar jij dan pas aan je ontwikkeling kan gaan beginnen. Dus ja, dat zijn wel de verhalen waarvan ik denk, en hiervoor heeft Nicolien ooit in 2019 aan haar keukentafel heel hard zitten werken. Ja. Want hier gaat het om. Dit willen we niet meer. De jongeren die nu instromen, precies. In welke groep ook, moeten niet die jongen worden. Ja. En dat is waar ik voor sta. Dat is waar het om gaat. Hè? Ja. Ja. Dat is wat er gebeurt. Ja. 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 Even kijken of er nog vragen zijn. Lisbeth heeft een vraag. Ik heb mijn bril niet op, dus je moet het voorlezen. Hoe ga je er bij domeinoverstijgend samenwerken, bijvoorbeeld op het niveau beleid, mee om dat iedereen kijkt vanuit een ander perspectief? Denk aan MBO, Pro, VSO, jongeren bij onderwijs, zorgjongeren bij jeugd en WMO, criminele jongeren bij veiligheid, etc. Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich betrokken voelt en eigenaarschap pakt? Ja. Dat is eigenlijk wat we net ook zeiden. Ja, precies. Nou, het klinkt heel ingewikkeld, maar eigenlijk is het antwoord heel simpel, door te beginnen bij de jongeren. Die jongeren, maakt niet uit of die in het stukje veiligheid zit of het stukje onderwijs zit. Die jongeren zit overal. Die jongeren heeft en onderwijs nodig en zorg nodig en een stukje veiligheid nodig. En bij criminele jongeren is het zeker een uitdaging, want daar heb je ook een omgeving bij. Maar uiteindelijk is de basis de jongeren zelf. En op het moment dat die criminele jongeren nog niet helemaal weggezakt is in zo'n gevaarlijk crimineel milieu, want dan denk ik ook, daar moet je wel een grens zetten ook. Maar ik heb gehoord van zorgaannemers dat jongeren bellen in paniek, dat ze onder druk worden gezet door criminelen. Dan is zo'n jongen in mijn gevoel nog niet crimineel, want anders gaat hij niet bellen. Nee, precies. Dan gaat hij niet bellen. Dus dan is het juist die actie om naar voren te gaan. En hoe je ermee omgaat, is om al die beleidsmedewerkers en al die uitvoerende medewerkers op al die domeinen continu hetzelfde verhaal te laten vertellen. En hun moeten teruggeven wat vanuit hun domein hun zorg zijn. En daar moeten we op gaan lopen. Ja, en dat zit hem denk ik ook vooral in een goede procesbegeleiding ook. Hè? Als je met de jeugdigen zit en deze mensen van die domeinen bij elkaar hebt ook. Om dat proces goed te begeleiden om mensen ook vanuit die verschillende perspectieven te kunnen laten kijken. Ja, en iemand die de gemeente inademt, uitademt en echt kent. En die hebben we in de vorm van José. Ja. Die kent alle, nou ja, de grochten van Rotterdam kent ze. Ze loopt al heel lang mee, dus ook de geschiedenis kent ze. En dat heb je wel nodig. Ja, ja. En misschien dat op die vraag van Lisbeth, Nicolien ook nog iets kan zeggen. Kom erin, Nicolien. Kom er even bij. Trek je er even bij. Hallo. Kijk. Nou, ik zie die vraag van Lisbeth en die vraag van Marielle die nu komt. Ja. En dat gaat eigenlijk een beetje hand in hand. Precies. Eigenaarschap voelen en pakken, dat heb je net al gezegd, dat gaat echt niet helemaal vanzelf. Dat is dus ook een cultuurverandering. Dit gaat ook over cultuurverandering binnen gemeentes. Van hey, als we vanuit het perspectief van de jongeren gaan kijken, wat heb ik dan te doen binnen mijn domein, maar ook wat heb ik samen te doen met mijn collega? Nou, dat is makkelijk gezegd vanuit ons hier zo aan deze tafel. Dus daar moet je processen voor inrichten om dat te doen. Maar de vraag van Marielle vind ik een hele goeie. Hè? Lees hem voor. Ook moeten voorlezen. Sorry. Heb jij een bril? Wijzen jullie een transitiecoördinator per casus aan die alle domeinen kan overzien? In mijn ideale wereld is het antwoord ja. Dus wij zullen daar ook altijd op adviseren dat wel te doen. Want het probleem bij deze jongeren is, omdat ze eigenlijk van iedereen een plukje zijn, zijn ze van niemand. Dus als je mij vraagt wat ik adviseer om te doen, is dat die Gideonsbende waar ik het net over had, die leidende coalitie, dat daar mensen werken die de taak hebben, altijd, als een jongere in de jeugdzorg rond de 16, 17 is, die krijgen dan een pingetje bij wijze van, die gaan meelopen. Die gaan meelopen met de mensen die er al zijn.
Die gaan als procesbegeleider daarop meelopen. En alle mensen die er al van zijn, dus of je nou mentor bent op een groep, of je bent de jeugdbeschermer van zo'n jongere, die weten, hé, wat tof, er is een pingetje afgegaan bij de gemeente. Er komt iemand mij helpen. Die gaat zich verantwoordelijk voelen voor waar deze jongere rond zijn 18e, na zijn 18e, na het verblijf bij ons, duurzaam gehuisvest gaat worden op zijn of haar woonzorgbehoeften. Vaak krijgen wij te horen, ja, maar die taak hebben we belegd daar, daar en daar. Hmm. Dat klopt ook. Je zou ook willen dat dit een taak is bijvoorbeeld van een wijkteam of van een generalist. Het heet erg overal anders. Maar het is een risico voor deze jongeren om er zo naar te kijken. Dus als je mij vraagt wat je moet doen, moet je altijd vanuit de gemeente zeggen, wij zijn verantwoordelijk, dit zijn onze kinderen. Dat betekent dat er iemand mee gaat lopen. Niet om jouw werk te controleren, beste jeugdbeschermer of wie dan ook. Om je te helpen. Je maakt samen inzichtelijk in het uitstroomprofiel wat er nodig is. Jij weet van die menukaart als coördinator. En jij gaat het regelen. Zodat die jeugdbeschermer zich weer kan blijven richten op waar hij of zij voor aan de lat staat. Zodat die mentor van die leefgroep niet zelf woningbouwverenigingen hoeft te bellen, omdat hij zich zorgen maakt om een kind en een urgentieregeling niet voor elkaar krijgt. Dus ja, Marielle, dat is het antwoord. Dankjewel, Nicolien. zijn er nog meer vragen? Even kijken. Volgens mij niet, hè? Nee. Oké, dankjewel. Dankjewel, ja? Marjan. Oké, graag gedaan. Dan nodig ik graag Sandra uit. Er komt ondertussen nog wel een vraag binnen van Marielle. Die vraag sturen jullie aan op warme overdracht van zorg? Dat is een goede vraag. Altijd. Altijd, ja. Toch? Dat erbij. Ja, altijd. Mooi inderdaad. Ja, dat is wel het allerbelangrijkste. Misschien kun jij daar ook nog iets over vertellen ook, hè? Ja. Sandra? Ja. Jij bent betrokken als... Ik zal me even voorstellen. Voorstellen, misschien is dat ik ben Sandra Schaap en ik ben eigenlijk sinds kort, nu inmiddels denk ik al bijna anderhalve maand betrokken. Marjan en José hebben echt het voorwerk gedaan binnen Rotterdam en uiteindelijk moesten overgaan tot het doen. En daar ben ik aangehaakt. Ik ben uitvoerend specialist en dat houdt in dat ik ga doen. Dus niet lullen, maar poetsen, zoals ze dat zeggen in Rotterdam. En Marianne en ik zijn eigenlijk een duo. Dus dat is wie ik ben. Mooi. Ja. Ja. En kun je ons eens meenemen hoe jij in de praktijk aan de slag gaat? Want jij spreekt de jongeren ook, hè? Je gaat ook daadwerkelijk naar de zorgaanbieders toe. Ja. Kun je er eens over vertellen, ons meenemen? Als ik ergens kom, dan wil ik eigenlijk eerst weten met wie ik te maken heb. In de zin van, ik wil weten hoe iemand zich voelt. Ik ga eigenlijk nooit echt met een bepaald doel. Ik ga erheen, ik ga het gesprek aan en ik ga ook kijken wat er op dat moment nodig is. Want ik kan natuurlijk wel ergens heen gaan met een bepaalde intentie. Mm. Maar als er iets anders op de voorgrond ligt, dan denk ik dat we daar het gesprek over aan moeten gaan. En dat is zowel met de zorgaanbieders binnen het gemeenteland, maar ook met jeugdigen. Ik kan ergens wel naartoe gaan met een bepaald doel, maar misschien is er iets anders wat daar de voorrang moet krijgen. En het hoeft niet bij één gesprek te blijven. We kunnen ook vaker met elkaar in gesprek gaan. Ja. En ik denk ook wel, wat ik doe vanuit mezelf, is vooral het gesprek aangaan fysiek. Ik ben niet van het over en weer mailen. Ik merk ook dat dat helemaal niks is voor mij. Ik zeg ook altijd, al die mailtjes die zijn niet voor mij. Als je me nodig hebt, bel of app mij. Mm. En dat is ook iets wat ik aangeef. Als je me nodig hebt, bel me eventjes of stuur me een berichtje. En dan kom ik zo snel mogelijk bij jou op de lijn. En er fysiek op uitgaan. Er zijn. Ja, ja. Ja. Dat is eigenlijk de belangrijke ding, zeg, met een open mind, zeg maar. Ja. Naar het gesprek gaan zeker. Zonder enige vooringenomen... Klopt. Doelen of wat dan ook, of oordelen, zeg maar. Ja. Want dat zie je ook vaker, dat de professionals hebben een plan in gedachten. Ik ben zelf ook psycholoog, dus ik kan me heel goed voorstellen dat je vanuit een behandelperspectief stappen in je hoofd hebt. Maar je zegt eigenlijk, zet die stappen nou eens uit je hoofd en ga nou eens clean het gesprek aan met deze jongeren. Ja, om te kijken wat op dit moment voor die jongeren belangrijk is en wat die hij of zij graag nodig heeft. Ja. En wat je zegt is inderdaad fysiek het gesprek aangaan met elkaar. Ja. Dus door zijn, dat is belangrijk. Ja.
Het er zijn. Ik denk dat het gewoon goed is om er te zijn. En vooral ook de vraag te stellen, waar heb jij nu behoefte aan? Ja. Ik kom ergens, maar ja, ze weten eigenlijk niet wie ik ben. Dus de vraag is dan eigenlijk op dat moment, wil jij weten wie ik ben? Of wil jij je vragen stellen? Of waar moet het gesprek heen gaan? En vanuit daar zien we het wel. Ja, precies. Ik denk dat je dingen ook gewoon moet laten zijn. Ja. En vanuit daar vloeit het gesprek ook. En dan kan iemand ook ontdooien en zichzelf zijn, waardoor je uiteindelijk gaat voor die gezamenlijkheid waar we voor zijn. Ja. Ja. En kun je ook iets vertellen wat je daaraan ziet? Hoe reageren jongeren erop als ze met jou in gesprek zijn? Of spreken ze daar ook iets over uit? Ik ben er echt heel benieuwd naar. Nou, ik heb toevallig laatst vanuit deze aanpak heb ik een gesprek gehad. Het was een meisje waar best wel veel om te doen was. Ze zou best een flinke aanpak nodig hebben, om het zo maar te zeggen. En ik dacht eigenlijk alleen maar toen ik die lab tekst zag, ik wil haar gewoon spreken en ik wil haar gewoon zien. Dat heb ik gedaan. Ik ben er naartoe gegaan. Ik heb haar eigenlijk ook bedankt dat ik mocht komen. Want voordat ik vertrok, dacht ik ook, ik stuur haar even een appje om te kijken of dat ze al wakker is of niet. Want ze had me al aangegeven van, misschien kun je om 3 of 4 uur komen. Dus toen dacht ik, toen vroeg ik al van, hè, waarom zo laat? Ja, dan weet ik in ieder geval zeker dat ik wakker ben. Okay. Dus ik had van tevoren al een berichtje gestuurd van, hey, ik ben onderweg en je ziet me zo. Dus ik heb haar eigenlijk bedankt dat ik mocht komen. En ik heb haar ook de vraag gesteld van, weet je eigenlijk waarom ik er ben? En wat het doel is van mijn hier zijn? Hmm. En zo zijn we eigenlijk het gesprek aangegaan. En ik hoorde van tevoren al heel veel punten over haar. Maar ik dacht, dat ga ik niet mijn gesprek laten belemmeren. En uiteindelijk had ik een heel mooi gesprek met een meisje die echt wel heel welwillend was. Toch een eigen woonplek wilde. En toen heb ik haar ook bepaalde vragen gesteld over bijvoorbeeld post en brieven. En hoe ga je het doen met financiën? Hmm. En toen zei ze, ja, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Maar misschien is dat wel handig dat ik daar begeleiding in krijg. Dus zo is eigenlijk het gesprek gaan vloeien over de toekomst. Wie de belangrijke personen voor haar zijn in haar leven. En is het ijs gebroken? En op het eind zei ze ook van, ik wist eigenlijk niet wat ik moest verwachten van dit gesprek. Maar ze had het wel als prettig ervaren. En dat vond ik in ieder geval fijn om te horen. Ja. En wat ik zo schrijnend vond, ook in dat gesprek, was ook, deze jonge dame was al 13 keer verhuisd. Ja, en ik wilde net vragen, kun je iets meer vertellen over deze kaas? Want je hebt het al een keer verteld, hoor. Ja, dit is een jonge dame die al dus vanaf, ja, die is al 13 keer verhuisd in haar leven. En die had op dit moment ook 2-op-1 begeleiding. En die wordt in oktober 18. Nou ja, daar schrik je natuurlijk. 2-op-1 begeleiding. Afzonderlijk van de groep. Ja. Dus daar hebben we ook het gesprek over gehad. Over hoe ze zich daarbij voelde. Wat dat met haar deed. En we hebben het gesprek gehad daarover. Ik denk dat het ongeveer 10 minuten was. En op het eind van dat onderdeel wat we besproken hadden, zei ze ook, maar dat is ook best wel eenzaam soms. En dan komen er bij mij natuurlijk ook heel veel vragen van, bijna 18, 2-op-1 begeleiding, wordt straks 18, hoe ga je dat dan realiseren? Ja, ja. En zeker nu ze nog 2-op-1 begeleiding krijgen en niet in een woongroep kan wonen. Want... Ja, zou groepsongeschikt zijn. Ik ben daar natuurlijk niet, ik hoef daar ook niet over te oordelen, precies. Dat is niet voor mij en dat is niet aan mij. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is om te benoemen, dat ik er niet van hou zelf om in te vullen. Nee, en daarom stel ik ook graag de vragen zelf aan de personen die daarover gaan. Ja. Dus ja. Nou, zijn er nog meer dingen waar je van zegt, die kom ik tegen, die vind ik belangrijk om te noemen? Nou, ik denk toch wel dat Marianne en ik best wel trots zijn. Want we hebben de afgelopen maand best wel geïnvesteerd in kopjes koffie doen, met elkaar in verbinding zijn. En dat begint nu zijn vrucht af te werpen. Hè? Dus mensen weten ons te vinden. Ze weten ook dat ze ons kunnen bellen. Dat we ook terug horen van, wat reageren jullie snel? Dus dat wordt echt wel eens prettig ervaren dat wij outreachend zijn. Ja, ja. Dus ik ben hartstikke trots op ons. En we hebben natuurlijk ook onze encyclopedie José, wat heel erg prettig werkt. Dus als wij ergens tegenaan lopen, dan kunnen wij haar ook altijd benaderen. Dus dat werkt hartstikke fijn. Ja, ik zeg je ook, het is gewoon belangrijk om ook voor jullie binnen de gemeente waar je werkzaam bent, iemand te hebben die zich verantwoordelijk voelt. Ja, zeker. En ook een mandaat heeft. Ja.
om samen, in dit geval ook vanuit het actieplan, dit samen te doen. Ja, uiteraard. Anders lukt dat ook niet natuurlijk. Ja, nee, wij zitten ook wel wekelijks bij elkaar om even door te spreken hoe alle vorderingen zijn, wat we van elkaar nodig hebben. En als wij ergens tegenaan lopen of een gerichte vraag hebben, dan weten we dat we bij José terecht kunnen. Juist omdat wij het stukje uitvoering doen. En zij het beleidsmatig weet en ook weet hoe het allemaal georganiseerd is binnen de gemeente. Dus dat is echt wel heel erg fijn. Dat is ook wat Nicoline in het begin noemde, dat dat een van de randvoorwaarden is. Omdat ook binnen zo'n gemeente waar we dan aan de slag gaan dat ook nodig hebben. Ja. Juist hiervoor, hè, omdat je dan die stappen kunt maken dat je... Ja, wij kunnen dan als doeners echt de doelkracht inzetten, omdat we ook hulp krijgen op de vlakken waar het nodig is. Dus dat is best wel prettig werken, ja. En wij krijgen vaak ook dan de vraag van, dan moeten wij een projectleider regelen, bijvoorbeeld in dit geval aan José. Het moet allemaal meer werken, dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Want José is ook hier, om eens te vragen aan José, van hoe ervaar jij dat nu, José? Zou je er iets over kunnen vertellen? Welkom. Ja, hoe ik het hele traject ervaar tot nu toe. Met name jouw rol, kijk, want wat ik aangaf, dat jouw rol is heel erg belangrijk in de verbinding ook met Marianne en met Sandra. En de verantwoordelijkheid die jij neemt en die je voelt ook voor deze doelgroep, ook gekoppeld aan het actieplan. En wat wij vaak terug horen als we in gesprek zijn bij gemeentes die willen aanhaken, is van oké, dan moeten wij dus een soort van projectleider regelen, à la jij. En dat gaat allemaal extra tijd kosten, maar hoe ervaar jij dat? Nou nee, zo ervaar ik dat niet. Ik heb juist die hulp ingeschakeld, omdat ik ook zag dat ik het in mijn eentje gewoon niet red. Dus het is wel fijn natuurlijk, wij werken in Rotterdam met een programma dat zich al richt op deze kwetsbare doelgroep vanuit de Big Five. We hadden al als doelstelling deze jongeren te begeleiden, zeg maar, een beter werkproces te organiseren van de residentiële jeugdhulp naar de WMO. Maar hoe pak je dat nou aan? En er is ontzettend veel over geschreven. Dus ik weet echt wel hoe het allemaal werkt in Rotterdam. Maar ja, precies zoals u wilt zeggen, die doelkracht. Uiteindelijk moet je naar alle aanbieders toe, naar de GI's, de wijkteams. Ja, Rotterdam is supergroot. Je zit met cultuuraspecten. Dat red ik gewoon nooit in mijn eentje. Daarnaast vreemde ogen dwingen. Dus het is voor iedereen ook goed om weer eens even andere gezichten te zien. Vanuit gemeente. Nou ja, ik vind dat Sandra en Marian spreken ook veel meer vanuit hun hart en hun ervaringen, wat ze zien. Dat spreekt zorgaanbieders GI's erg aan. Zo van, jullie begrijpen waar wij elke dag mee struggelen. Ik ben natuurlijk ook maar die ambtenaar die moet zorgen dat we gewoon de regels goed naleven of nieuwe regels maken. Nou, die combi werkt gewoon heel goed. Dus ik weet zeker dat we niet op dit punt nu hadden gestaan zonder die hulp. Dus het heeft juist voor een versnelling gezorgd. En ook, ja, als je wil dat het OZJ start in jouw gemeente, dan moet je vooraf allemaal dingen organiseren. Dus bijvoorbeeld met je directeur of afdelingshoofd de toestemming vragen om hiermee aan de slag te gaan. Alleen dat wel helpt om die versnelling te maken. Dus het lijkt extra werk te kosten. Maar als je dat niet, die toestemming hebt, dan loop je sowieso ergens verderop in het proces vast. Ja. Dus ja, ik kan het iedereen aanraden. Ja. Ja. Dankjewel. We hebben ook nog een vraag van Caroline. Ik denk dat Nicoline die vraag het best kan beantwoorden. Ik zal hem, als jullie wisselen, ondertussen de vraag voorlezen. We bepalen op basis van toekomstplannen wie het beste vanuit de gemeente die coördinerende regisseur kan zijn. Kan vanuit WMO, participatie of jeugd zijn. Ontvangen alleen niet van iedere jongen een toekomstplan. Heb jij een bril nodig? Ja. Ik denk het wel. Ik merk het. Ja, dus dit is nog een vraag die gaat over waar het net over ging. Hè? Over hoe organiseer je dit nou centraal? Moet dat een coördinerend regisseur zijn? Maar het gaat ook over het toekomstplan. Er zijn eigenlijk twee vragen in één. Ik zie dat er dus in de gemeente waar Caroline van is, wordt gekeken op basis van het toekomstplan. Hey, wie kan nu mee oplopen? Wie kan dit beetpakken? En dat is dan op basis, en dan wordt er iemand gekozen vanuit WMO, participatie of jeugd. Op zich goed, en aan de andere kant ook een risico. Want daar eigenlijk zet je hem dan weer in een schot. Dus vraag je mij wat handig is om te doen, is als die mensen vanuit WMO of participatie of vanuit jeugd het hart hebben en het vuur hebben van we laten, en het mandaat hebben van we houden vast en we laten niet los,
zet ze dan bij elkaar, doe aan een kruisbestuiving. Ja. En zorg dat ze van elkaar precies weten wat er allemaal mogelijk is. Ik heb mijn oorsprong in jeugd. Ik heb zo moeten bijspijkeren op WMO. Terwijl ik het beste deed en die rol al had vanuit jeugd. Maar ik wist het gewoon niet. Collega's van WMO zeggen, ik heb zo jouw manier van praten met jongeren. Zo ben ik niet getraind. Dus als je het mij vraagt, zet je ze bij elkaar. Zodat ze maximaal van de wetten en regels en mogelijkheden weten, elkaars onmogelijkheden zien en elkaar gaan helpen op die onmogelijkheden. Ik zie te veel binnen de domeinen mensen ploeteren vanuit hun eigen wat zij weten en wat ze te weinig niet weten. Maar goed, en dan over dat toekomstplan. En ik zit ook even te kijken hoor, want Caroline geeft een reactie hierop. We bespreken het toekomstplan in een multidisciplinair team met alle betrokkenen. We bepalen dan samen vanuit welke expertise ondersteuning nodig en indien vanuit meerdere domeinen wie dan ook de coördinatie heeft. Nou, dat is eigenlijk volgens mij precies wat we zeggen. Waar het mij meer om gaat is, mensen in het sociaal domein zijn als het gaat over de drama driehoek, nu komt even een stukje theorie, toch vaak een beetje de redders, toch? Dus zo van, ik ben hier om jou te helpen, ik heb een groot hart. Het probleem van de redder is ook wel vaak een beetje, en ik note toe zelf, dat je ploeterend in je eentje ten onder gaat. Dus doe het samen. Laat jezelf ook redden. Haal kennis op bij anderen. Maar ben niet zo samen van, het is van iedereen en daarom is het van niemand. Nee, als jij het vast hebt, maakt me niet uit hoe het is georganiseerd. Maar dan vanuit de zorgbehoeften van dat kind ga jij je resources erbij halen, je hulpbronnen, om uiteindelijk te zorgen dat wat er nodig is. En dat je dus niet hoeft te zeggen, ja, ik snap het. Maar ja, vanuit de participatiewet kan ik nou eenmaal niet anders, lief jong van 19. Dat, nou, weet je, daar willen we van af. En Caroline zegt gelukkig dat ze dat heel erg herkent. Maar even over dat toekomstplan. Ik denk dat het goed is als we daar in een volgende sessie eens wat meer op inzoomen. Hoe werk je nou met een toekomstplan? Wat verstaan we onder een toekomstplan? En ook, waarom is het zo ingewikkeld? Want Caroline chatte van, wij ontvangen niet van iedere jeugdige een toekomstplan. Nee. Als ik een beetje lomp reageer, dan zeg ik, dat snap ik ook wel. Ja, want ik ben zelf, dat is lang geleden, maar jeugdbeschermer geweest. En toen moesten we gaan werken met toekomstplannen vanuit de gemeente. Want die zijn natuurlijk opdrachtgever van de jeugdzorg. En dan moest ik een toekomstplan gaan invullen met een jongere. Terwijl ik niet wist waar ik die jongeren over 2 maanden kon plaatsen, daar ongelooflijk veel stress van had. En als ik daar al stress van had, dan had dat kind dat helemaal. Maar dan moest ik wel zaken invullen, en ik zeg dit niet om lullig te zijn, als over de zelfstandigheid van dat kind. Hè? Wat was er allemaal geleerd op dat gebied? Want dat was nodig om te weten wat voor aanbod er aangeboden moest worden. Kinderen willen in hun toekomstplan kunnen schrijven, samen met hun jeugdbeschermer of mentor of moeder of wie ze zijn, waar ze van dromen, hoe ze denken dat ze dat kunnen halen, wat voor hulp ze daarbij denken nodig te hebben van het systeem. Ik zou het graag in een volgende sessie eens willen hebben over hoe kunnen we dan toekomstplannen maken die ook echt helpend zijn voor dat kind. Maar ook, hoe garandeer je dan als gemeente dat als zo'n kind dat toekomstplan invult, wat hij super ingewikkeld vindt, dat vindt hij ingewikkeld vanwege zijn rugzak. Hè? Ze zitten niet voor niks in de jeugdzorg, residentieel. Maar jongeren sowieso vinden dit soort dingen vreselijk. Ja. Ik heb nog geen puber thuis, maar wat ik ervan hoor, die willen niet veel. Ik kijk even naar Marjan. Maar dus het hoort ook bij hun leeftijd om daar eigenlijk met een beetje een allergische reactie aan te gaan zitten. Nou, dus als toekomstplannen niet ingevuld worden, maar wij vinden wel dat ze gebruikt moeten worden, en dat staat volgens mij inmiddels zelfs in de wet, kunnen we dan ook met elkaar kritisch kijken naar waarom ze niet ingevuld worden. Dat is belangrijk. Waarom die jongeren zichzelf niet gezien of gehoord voelt in dat plan. Waarom die zorgaanbieder, medewerker denkt, jemig,
weer iets wat ik moet invullen waar we uiteindelijk niks aan hebben, want het kind slaapt op de bank bij iemand die daar iets voor terug wil. Ja. Nou, dat is eigenlijk waarvan ik denk, als wij vinden dat die toekomstplannen beter moeten worden ingevuld, kunnen we dan ook hand in eigen boezem steken over hoe ze nu zijn ingericht. En ik zie dat Nick dat zegt. Die zegt, ja, dat lijkt me wel fijn. Want die vraag is meerdere keren teruggekomen in contact met gemeenten en regio's. Ja, ik snap dat. Dit is volgens mij een regioadviseur, hè, die dit chat. Ja, maar ik snap dat. Want je kunt aan de ene kant zeggen, ja, jongens, zorgaanbieders, als jullie niet werken met een toekomstplan, ga eerst maar eens werken met het toekomstplan. Ja. Ja. Of gaan we tegen onszelf zeggen, gaan wij dan eerst eens kijken naar wat we vragen in dat toekomstplan. Precies, ja. Is het plan wel passend, zeg je eigenlijk, hè? Ja, is het wel zo zorgbehoeftegericht? Nou ja, en ook, laat ik er dan nog dit over zeggen. Vaak moeten jongeren, omdat wij zo zijn georganiseerd, hun ziel en zaligheid uitstorten. Over van, bij een intake, bij een WMO-loket of welk ander loket dan ook. Of bijvoorbeeld met degene die het toekomstplan met ze invult. Alles zetten ze erin, want dat is belangrijk. Want dit gaat over mijn toekomst. En ze horen of nooit iets terug, of ze krijgen te horen, ja, maar wat jij hebt opgeschreven kan niet. Probeer eens te voelen, als ik dit tegen je zeg, wat dat met je doet, ja, qua motivatie. Dus jij moet van alles doen, maar nee, maar wat jij hebt opgeschreven, ja, dat is onrealistisch. Wil je op jezelf wonen? Ja, dat wil mijn dochter van 25 ook, en die zit ook nog op zolder. Ja, precies. Dit is hoe het voelt. Dus wij moeten wel met elkaar kritisch kijken naar onze toekomstplannen. Als het een toekomstplan wordt vanuit onze aanpak, zo van, we zijn hier om te helpen, schrijf op wat je nodig hebt, jullie kennen het kind heel erg goed, het kind kent zichzelf goed of goed genoeg. En hey, wat je opschrijft, wij gaan ons maximaal inzetten om dat te realiseren, denk ik dat je misschien wel, hoop ik, Caroline, meer toekomstplannen krijgt. Dus ook dat is het muziek voor de toekomst? De uitspraak, hoe noem je zoiets? Ja, volgens mij wel. Oh. Ik zeg altijd uitspraken verkeerd. Zijn er nog meer vragen? Ja, zijn er nog meer vragen inderdaad. Want wij zijn een beetje in de afronding, ja, dus, volgens mij van zeker ons verhaal. Ja. En ik ben wel nieuwsgierig naar reacties. Als je dit hoort, dat je denkt, nou, superleuk, super nodig. Of doen wij al? Of, ja, en ik stel ook voor dat voordat jullie het webinar verlaten, zometeen ook willen we ook jullie de vraag stellen om één ding te noemen in de chat. Aanleiding van je hebt gehoord over dit programma ook, wat je morgen anders zou kunnen of willen doen ten aanzien van deze doelgroep. En dus die vraag stel ik jullie om dat te doen. Ja, dus eigenlijk doen, voordat je nu denkt, ik ben er klaar mee, ik ga koffie halen. Ja, wil je nog dat aan ons laten weten? Maar zijn er ook, hé, daar hebben we Eliane. Zijn er ook andere reacties? Nou, Eliane ken ik, want die heeft eerder meegewerkt in een van de projecten van OZJ, dus die ken ik als die al heel erg hard hiermee aan de slag is in de regio, ja. Rijk van Nijmegen. Ja. En zij zegt, misschien nog inspirerend, wij hebben lokaal een netwerk ingericht waarin de Big Five vertegenwoordigd is. Zorg, onderwijs, welzijn, gemeenten, woningcorporaties, et cetera, zijn allemaal betrokken, inmiddels ruim 30 partijen. Ja, mooi. Enerzijds voor casuïstiek, die tussen wal en schip valt. Anderzijds om samen te leren hoe we domeinoverstijgend kunnen werken en samen een vangnet kunnen vormen. Het is een levendig netwerk dat naast individuele oplossingen voor jongeren ook mooie input geeft voor nieuw beleid. Het maakt heel concreet waar inhoudelijk winst te behalen valt, waar momentum ligt en waar nog stevig ingezet moet worden, en een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid en daadkracht. Dit blijft helpend en nodig, omdat elke verandering in wet en regelgeving weer nieuwe hiaten kan veroorzaken. Kijk, hier word ik dus alleen maar heel erg heel blij mooi om. Ja. Maar dan zie je ook, ik zit even hard op te denken, Eliane en ik hebben denk ik 4 jaar geleden samen in een project gewerkt en hier al op geborreld. En dus verandering kost ook tijd, wil ik maar zeggen. Maar ja, super tof, Eliane, dat dit zo lukt. En dat je ook beschrijft waarom het op deze manier zo belangrijk is. Ja, ja. Ik denk dat we het, daar is geen vraag over gekomen, maar nog niet heel uitgebreid hebben gehad, en dat wil ik nog wel kort zeggen, over inkomen van jongeren. Inderdaad. Dat is ook vaak een beetje een Achilleshiel. Dan zijn we zorgaanbod aan het regelen. Dan is er bijvoorbeeld een woonplek. Maar ja, dan moet dat ook bekostigd worden.
En vaak zitten daar wel ingewikkelde hoepels om doorheen te gaan. Jongeren krijgen vaak een jongerenbijstand, als er sprake is van bijstand. En dat is bij lange na niet genoeg om bijvoorbeeld je eigen woningen van te huren. Of je moet huren van een zorgaanbieder. Er zijn allerlei smaak. En de regio's en gemeenten die succes hebben om rust te creëren op dit stuk van de Big Five, zijn de regio's en gemeentes die zeggen, wij krikken jouw bijstandsinkomen op naar regulier niveau. Dus wat je, waar je recht op hebt na 21. Uit mijn hoofd, maar dat weten andere mensen veel beter, is dat 1200 euro. En dat is een bedrag waarmee ze wel die woning kunnen behouden en dat soort dingen. Dat mag. Dus als je denkt, dat mag toch niet? Dat mag wel. En dat geeft heel veel rust. Nu zien we te veel geitenpaadjes en dat vind ik een heel groot risico. Weet je wat, wordt er dan gezegd, schrijf je in bij een studie, want dan kun je maximaal lenen. Het is een goed bedoeld advies, maar het is een heel gevaarlijk geitenpaadje voor deze jongeren, want je jaagt ze in de schulden. Ja. Dus als je wil zeggen, dit zijn onze kinderen, wij willen voorkomen dat het de klant voor de toekomst is, dan is het handiger om aan de voorkant te zeggen, we gaan nu ogenschijnlijk iets meer voor jou betalen door jouw bijstandsuitkering op te krikken. Maar dat betaalt zich zo ongelooflijk terug. Sowieso qua financiën voor de gemeentes. Maar natuurlijk ook voor dat kind zelf. Want die heeft daardoor veel meer rust. Als er geen vragen meer zijn. Dus ik zou zeggen, brand nog Melody. Kijk. Oh, er komen allemaal vragen, jongens. Nou, Melody zegt, ik wil jullie graag meenemen en ik wil, ik kan wel wat ondersteuning gebruiken. Nou, je weet ons te vinden, denk ik, vanaf nu. En in Flevoland, zegt Marjolein, dat ze heel erg hard aan de slag zijn met een opgaveteam. En om jeugdzorg aan passendere trajecten te koppelen. Kortom, eigenlijk als ik zo de reactie van Marjolein lees, is wil je meer inspiratie, klopt dan ook eens aan bij Flevoland. Ja. En dat kan ik heel erg onderschrijven, want ik weet hoe zij daarmee bezig zijn in een hele aanpak om ook uithuisplaatsingen te voorkomen. En eigenlijk ringelt het allemaal aan elkaar. Mooi. En dat is wat jij zegt, Marjolein, in de chat. Voordat we afsluiten. Ja. Ja, wij willen gewoon heel. Wij kunnen jullie allemaal niet zien. Dus wij zitten al een soort van ruim een uur naar een soort gat te staren. Dus het is misschien wel leuk. En ook voor jezelf om eens te bedenken, als je dit nu hoort. Ja, ik weet niet wie je bent of welke rol je hebt. Maar wat kan jij vanuit jouw rol op jouw kleine vierkante meter morgen anders doen? Voor die jongeren waar wij het nu afgelopen 5 kwartier over hebben gehad. Zet het in de chat. Dat helpt ons. En ga dan weer lekker aan de koffie en iets anders doen. Ja, helemaal goed. Nou, ik wil in ieder geval jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid, voor het luisteren. En hopelijk hebben wij met dit webinar jullie ook een goed beeld kunnen geven van onze landelijke aanpak. Ik wil ook graag Nicoline jou bedanken. En Marjan, Sandra. En ook, kom er maar even bij. En ook Iris, die de chat heeft bijgehouden samen met Mariska. En die we nog niet hebben genoemd, Henry, onze technische man achter de schermen, ook hartelijk bedankt. Dat was het eigenlijk. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En dankjewel en tot de volgende keer. Yes. Doei.